Want je zit er maar aan naar te kijken, ja, weet je. Dat was echt onmogelijk. Dat was echt een wedstrijd. Ja. Maar was de dag ervoor vond ik Utrecht vond ik echt goed spelen. Goed. Tegen AZ. Maar ik heb me altijd een beetje verbaasd dat Utrecht heeft nog nooit gedraaid dit hele seizoen. Maar ze hebben natuurlijk op bepaalde posities hele leuke spelers. Ja, maar weet je wat opviel, Jan? Dat was de eerste keer. Want ik vond Maher heel goed spelen, eerlijk gezegd. Ja, maar ook in de duelkracht. Voor de eerste keer, hoor. Maar dat was de eerste keer dat ze zonder Gustafsson speelden. Ja, Maher, die is nogal dominant. Ja, en ineens stond Maher daar ineens. Maar vond ik wel kijk, leuk. Het zijn Maher en Mahi. Dat zijn spelers die haal je, die kunnen hartstikke goed voetballen. Die zullen op de training uitblinken. Maar in het veld, je hebt ze of ze spelen fantastisch of ze doen niet mee. Dat zijn dat soort spelers. Dit zijn nooit spelers waar je iedere wedstrijd op kunt rekenen. Maar Jan, die had in de Kuip ook met de 3-0 voor moeten staan. Wie? Utrecht, je hoort. Wat een kansen hebben die gehad. Niet 100%, ja. Ja. Maar die spelen dan ook met kantelende backs. Die staan lekker hoog natuurlijk. Die hebben een ruit op het middenveld. Waarbij ook die middenveld is naar kantelen naar binnen natuurlijk. En dan trekt er zo'n diagonaal. Dan krijg je ruimte aan de rechterkant, ja, aan de zijkant. Ja, en een polyvalente speler die dan daar meteen dat gat weer induikt. Ja, maar die zetten tussen de linies druk, hè? Ja, nee, ja, 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 ook, ja, inderdaad, ja. En die kan hun haar. Elke tweede bal, derde bal, vierde bal. Ja. Tot aan de vijfde bal is run. Ja. Ja, en ze nemen hem ook mee in huis, die bal dan. Nee, dat was echt heel knap wat daar gebeurde allemaal. En die mensen die snappen er geen bal meer van. Ik begreep.